Goedenavond, Cheryl. Mag ik u eens vragen om jou even kort voor te stellen, alsjeblieft? Ja, natuurlijk. Ik ben dus Cheryl, 37 jaar. Ik kom uit Nederland, uit Assendelft. Ik heb daar mijn eigen massagepraktijk, Balans. En ik werk ook op de wellnessafdeling bij een hotel en bij een wellnessbedrijf in Amsterdam. Amai, dat is een heleboel. En wat doe je eigenlijk het liefst van die drie? Overal mag ik gelukkig masseren, dat doe ik het allerliefste. Ik heb wel wat ervaring met schoonheidsbehandelingen, gezichtsbehandelingen, maar ik heb daar nog geen diploma voor. Wil ik wel halen, want pas als je je diploma hebt, vind ik dat je jezelf schoonheidsspecialist mag noemen. Dus masseren op dit moment, mijn gouden handjes, dat is mijn passie. Amai, super. En wat brengt jou uit Nederland naar België? Nou, ik heb de eer gehad om gekozen te worden als finaliste. Fantastische ervaring lijkt het me en daarom heb ik het er ook absoluut voor over om hier naartoe te komen. Nieuwe mensen te leren kennen, nieuwe dingen te leren, nieuwe technieken te leren. En zo inderdaad nog sneller echt schone specialisten te kunnen worden. En hoe ben je dan eigenlijk terechtgekomen bij de verkiezing? Ben je aangesproken geweest of heb je ons ergens gevonden? Of? Nee, ik ben inderdaad aangesproken geweest. Ik heb een berichtje gekregen en ik zag heel eerlijk de eerste keer, ik las het en ik dacht van Miss Wellness Beauty, wat? En dan België, heeft het wel nut om me in te schrijven? Ik ben Nederlandse, ik woon in Nederland. Maar hier sta ik dan. Ik ben naar de preselectie gegaan, want ik heb erover gelezen. Ik dacht, nou, dit is een gave kans, gave ervaring. Dus dit, ja, ik heb niks te verliezen. Ga, doe het. En ja, again, ik sta hier nu. Oké, okay, super. Dat is echt wel heel ambitieus dat je eigenlijk vanuit het buitenland naar hier wil komen om bij te leren. Dat is heel leuk om te horen. En wat vind je er tot nu toe van? Het was even spannend voor vandaag met een hele persvoorstelling. Ik wist niet wat ik ervan moest verwachten, maar de kop is eraf en we gaan ervoor. En wat vind je van de medekandidaten? Ontzettend leuk tot nu toe al. Gezellig. Dus ik kijk er echt naar uit om samen nieuwe ervaringen op te doen, om ze beter te leren kennen, om van ze te leren en gewoon een geweldige avontuur tegemoet te gaan. Oké, okay, super. En wat doe je eigenlijk? Heb je nog andere dingen in het dagelijkse leven waar je mee bezighoudt? Hobby's of... Hobby's, als ik er tijd voor heb, hou ik van fotograferen. Echt tijd moet ik ook weer hebben om te gaan lezen. Vind ik ook altijd leuk. Thrillers, helemaal gaaf. Daarnaast heb ik heel veel lol met mijn neefjes en mijn nichtjes. Dat zijn mijn leenkindjes. Het leukste daaraan is dat je ze weer terug mag geven nadat je ze even weer hebt verpest. Ja, dat soort dingen. Geweldig. En met vrienden, familie, koken, bakken, hou ik ook van. Oké, okay, super. Dankjewel. We wensen je al sinds al heel veel succes. En hopelijk wordt het een leerrijke periode voor jou. Dankjewel. Dankjewel.